We zijn hier bij elkaar omdat we in dit rare jaar, want het is gewoon een heel rare jaar, proberen we toch de hele watersport en alles wat daarin gebeurt toch nog wat attentie te geven. En daarvoor hebben wij de bootverkiezing van het jaar georganiseerd. En zo hebben we een aantal prijzen. Nou, jongens, wat een aangename verrassing. Ik ben echt totaal verrast en ik weet helemaal van niets. Oh, wat leuk! Oh, wat leuk, jongens. De oeuvreprijs. Oh. Ja. En de oeuvreprijs is voor mensen die de watersport iets hebben nagelaten. En, maar jongens, waar heb ik dit aan verdiend? Dit is fantastisch. Is dat leuk? Ja. Ah, wat ben ik hier blij mee, zeg. Dit is een kroon op mijn werk. Ja. Dit heb ik niet durven dromen. Dus we hebben er ook een bordje bij. Met bevestigingsmaterialen. Oh. Die geef ik even aan Inge. Dit is gaaf. Oh, wat leuk. Ja, wat hebben we. Ik hou hem vast al als een baby. Maar zo voelt het ook. Hoe is dat, Evert, om genomineerd te zijn en nu deze prijs te krijgen? Een groot cadeau. Ik had dit nooit verwacht en ik had ook nooit verwacht dat zo'n prijs mij toe zou komen. Want ik ben natuurlijk een heerlijke amateur, hobbyist, knutselaar, scheepsbouwer. En ik bedenk scheepjes en ik heb ideeën. En dat ideeën bedenken, dat heeft natuurlijk wel mij al een... al heel ver gebracht. Dat was in mijn vorige vak als orthopedie al zo. Dat had ik als lijfspreuk van... als je geen oplossing hebt, dan bedenk je er maar één. Ja. Ja, en dat heb ik doorgevoerd in de bootjesbouw. Ja. En dat kwam helemaal van pas toen wij hier elektrische rolstoelen en brancards aan boord moesten hebben. Dus dan, toen hebben we ons huis helemaal verbouwd. En daar is enige creativiteit voor nodig. Maar dat dit mij deze prijs dat me die toekomt, dat vind ik echt geweldig. Duizendmaal dank. Echt uit de grond van mijn hart. Dankjewel.